Zeg je 4,5 kilometer dag, dan zeg je al gauw over die metals. Een oertrouwe sponsor eigenlijk al vanaf het eerste uur. En over die metals heeft in deze zesde koers een prachtkoers op naam gekregen. Want er staan enkele absolute Alkmaar toppers in. Wat te denken van paard nummer 2, Kazari met Jaap van Rijn. Heeft even een maandje stilgestaan, maar komt daar met een prachtig rijtje aan de start. Liep de laatste keer in Berlijn tegen klassepaarden een hele sterke koers en won daar eigenlijk heel gemakkelijk. Brutus paard nummer 4. Dat was de sensatie de laatste keer. Won op onnavolgbare wijze in een fantastische tijd. Kortom, zowel aangespannen als Monté. Deze Brutus kan het allebei vandaag John de Leeuw en een perfect startnummer absoluut meenemen. Banterboy, paard nummer 6. De laatste paar koersen iets minder op dreef vandaag. Lekker buiten het gedrang met start nummer 6. En Rick Ebbingen, moeten er mogelijkheden liggen. En ja, een heel geheim tipje misschien, paard nummer 7, Alwin Dalimo. Die heeft, als ik het wel heb, een heel aardig record hier op de baan van Alkmaar. Met Wim van der Mespel. Dus wat dat dan gaat, zou dat een hele grote verrassing kunnen zijn voor uw trio of duo weddenschappen. Maar ik houd op Kazari, de winnaar. De 4 Brutus als tweede. De 7 Alwin Dalimo als derde en Banterboy als vierde. En ik zie dat ik me een paar koersen eerder heb vergist, want het was wel degelijk Brutus die Angie Meadow versloeg de laatste keer en niet Beat It. Waarvan akte? Start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. Een bijzonder woord van dank aan Over die Metals. Geweldige sponsor. Jaar in jaar uit op deze mooie dag hier op de baan van Alkmaar. Het is de Over die Metals prijs. Victory 5-2. De Victory 5 die natuurlijk wel extra spannend gaat worden. Na het falen van de topfavoriet in het eerste onderdeel. Eens kijken wat het tweede onderdeel brengt. Daar staat namelijk Kazari in. En dat is die andere topfavoriet voor het spel. De code €1,90. Nog 100 meter. Vijftig meter nog. Start, paarden onderweg. Goede start voor Kazari, maar aan de buitenzijde is ook Banterboy geweldig van start gegaan. En Banterboy die gaat proberen Kazari af te lossen in de eerste bocht. Maar dat gaat niet lukken. Kazari houdt vooralsnog een halve lengte. Maar nu drukt hij door, Banterboy. En denkt Jaap van Rijn ook, nou laat maar even gaan. Mijn tijd komt nog wel. En die neemt nu plaats op de rug van onze nationale kampioen Rick Ebbingen. Daarachter is er dan in derde stelling aan de binnenzijde paard nummer 1, Janko BD. Die heeft een goede start gehad. En achter Janko BD geldt hetzelfde voor Callisto Kingsdeep. Callisto Kingsdeep die op zijn beurt op een lengte gevolgd wordt door Brutus en John de Leeuw. Paarden komen in de rechte lijn voor de tribune en de heren hebben afgesproken stuivertje wisselen. En het is zo dat Kazari nu weer de leiding in handen heeft ten opzichte van Banterboy. Daarachter in derde stelling Janko BD en de vierde plaats daarachter is voor Callisto Kingsdeep. Vijfde Brutus en zesde Yoko HMS. Maar er komt ook wat reactie in het veld. Want aan de buitenzijde, met nog 2 rondes te gaan, gaat Adonis Charisma wat proberen. Maar springt daarbij weg en wordt binnendoor voorbij gegaan door paard nummer 9, Cool & Fanatic. En aansluiting is er ook voor Alwin Dalimo. Paarden gaan op weg naar de overzijde van de baan en de favoriet heeft de zaken stevig onder controle. Maar kan er met Banterboy op zijn rug wellicht nog niet helemaal gerust op zijn, hoewel Kazari een hele sterke indruk maakt. Kazari lengte voor, tweede plaats daarachter Banterboy en achter Banterboy volgt aan de binnenzijde Janko BD. Janko BD wordt op een lengte gevolgd door Callisto Kings. Diepe tempo is hoog genoeg om te voorkomen dat deelnemers een tussensprint gaan plaatsen. De enige die het toch gaat proberen vanuit de start van het veld is Wim van der Mespel. En die hoopt misschien dat iemand voor hem uitgaat. Maar anders moet hij het toch echt zelf doen met paard nummer 7, Alwin Dalimo. Alwin Dalimo die zeilt het hele veld voorbij aan de buitenkant en komt uit op een gedeelde vijfde plaats. Maar wordt opgevangen door meerdere combinaties. En de man die zich er totaal niks van aantrekt, dat is de man aan kop, Kazari. Het enige waar hij een beetje last van heeft is een paardenneus op zijn helm. Maar ook dat lijkt hem niet te deren. We gaan naar de overkant van de baan voor de laatste maal. En Kazari, als er geen rare dingen gebeuren, die heeft hier dan gewonnen spel.
Maar goed, die Alwin Dalimo, die loopt daar toch een verbluffend sterke koers. Alles in dat buitenste spoor en komt inmiddels uit op een gedeelde vierde plaats. En vanuit de start van het veld gaat nu al Cool en Fanatic 4-5 dik zelfs naar voren. Maar we komen straks in de laatste rechte lijn en Kazari lijkt alles stevig onder controle te hebben. Banterboy die wordt meegezogen naar de tweede plaats. En zo gaan die twee heren die elkaar vandaag alles gunden, het wellicht ook samen uitvechten. Maar Kazari, dat wordt de winnaar. De strijd voor de plaats is veel. En veel spannender. Met op de tweede plaats Banterboy, Callisto, Kingsdeep. Helemaal aan de buitenzijde. Cool en Fanatic. Maar Kazari is een maatje te groot. De 2 wint voor de 9. Dan de 5 en dan de 7.